We staan hier bij een schilderij van Reinhard Dozy. Hij schildert hier in ongeveer 1933 het Oranjekanaal. En je ziet hoe hij heel erg bezig is met die bocht en met de kleuren en de weerspiegeling van de bomen in het water. Het is een heel mooi schilderij. Als ik naar het schilderij kijk en ik vergelijk dat met het beeld wat we hier zien, dan valt in de eerste plaats de breedte van het kanaal op met de steilte van de taluds. En dat heeft er alles mee te maken dat in de 20e jaren het Oranjekanaal, zoals Dozy dat kende, werd verbreed en verdiept. En tegelijkertijd werden beschoeiingen aangebracht waardoor dat inzakken aan de randen, wat op het schilderij goed te zien is, niet meer voorkomt. Dozy woonde een deel van elk jaar in Elp, op het Heidehuis. En van daaruit zwierf hij rond door Drenthe om impressies te maken van het landschap wat hem zo boeide. Ja, het Oranjekanaal vanuit Elp gezien is maar 2 kilometer en dat leverde hem hele boeiende landschappen op. Zodanig zelfs, en dan kun je hem hier zitten zien mijmeren, dat hij het Mijn Droomkanaal noemde. Ja, en dan denkend over 100 jaar, hoe zal het er dan uitzien? Is de weg verbreed? Zijn de eiken weg? Zit er grote toeristische scheepvaart op het kanaal? Zijn bruggen weer open en dicht te doen? Het is een beetje koffiedikkijkerij, maar dat het Oranjekanaal, gelet op zijn huidige functies, er nog zal liggen, daar ben ik wel van overtuigd.